Ook in het onderste niveau van het oerwoud leeft de tweetandwauw. Deze roofvogel volgt door het oerwoud meestal groepjes doodshoofdaapjes, welke op zoek zijn naar voedsel. Niet dat hij op de aapjes zelf jaagt, maar hij leeft meer van de gevolgen van hun voedselzoekerij. De doodshoofdaapjes verstoren met hun gezoek naar voedsel grote insecten en hagedissen die in de bomen leven. Deze vallen dan uit de boom en dit is nu waar deze tandwauw op jaagt. Op de achtergrond in de boomtoppen horen we ook al een tijdje geelvleugelara's die ook aan het eten zoeken zijn. Maar ze verkasten maar een andere boom. Dit gaat met de nodige ruzie gepaard met de ara's die daar al zijn. Het zijn bomen die grote ronde vruchten dragen, waarvan echter het meeste verspild wordt, alleen de zaden die binnenin zitten worden gegeten. Van verspillen is feitelijk geen sprake. Alles wat op de grond valt, wordt wel weer gegeten door de op de grond levende dieren, zoals bijvoorbeeld de bekaris die we al eerder zagen. Zo houdt in het oerwoud het ene dier met zijn manier van eten de andere weer in leven. Een boom hangt vol met nesten van de Montezuma Oropendula. Deze bouwen hun nesten in kolonie. En terwijl de vrouwtjes hier druk mee in de weer zijn, voert de man zijn balsen uit. Als je zelf een nest aan het bouwen bent, zou je natuurlijk nieuw materiaal kunnen gaan halen. Maar je kan natuurlijk ook het nest van een buurvrouw die niet thuis is slopen. De mannen interesseert het allemaal maar weinig. Ze hebben maar één doel: balsen.
Een groepje heeft zich bij een papayaboom verzameld voor de maaltijd en doet zich te goed aan de rijpe vruchten. Er wordt genoeg gekibbeld, maar ook hier balsen de mannen gewoon ongevoerd doorheen. De arasari komt ook tot leven in zijn boom en verzamelt de vruchten. Deze zijn niet voor hemzelf, maar hij voert er zijn vrouwtje mee. De reden dat veel mannelijke vogels voor het aanvang van de broedtijd hun vrouwtjes voeren is: kijk mij eens wat een voer ik kan leveren. Ik ben wel in staat om jouw jongen groot te brengen. Kies mij als man om mee te paren. Ook zwavelborsttoekans melden zich. Constant laten ze hun schelle kreten horen. Net als de meeste andere toekans zijn zwavelborsttoekans zeer sociale vogels die zelden alleen leven. Ze trekken in kleine groepjes van ongeveer 6 tot 12 vogels door de laaglandoerwouden. Het zijn slechte vliegers die zich meestal huppend door de bomen bewegen. Ongeveer een derde van hun lengte bestaat uit snavel. Deze lijkt groot en log, maar is in feite een sponsachtig hol gebeente van keratine. Een zeer licht en hard eiwit en is verrassend handig. Zo kan de toucan met zijn snavel een grote verscheidenheid fruit bereiken waar hij anders niet bij zou kunnen komen. De voeding van toucans bestaat uit een breed scala van fruit, maar ook kleine vogels, eieren, insecten, kleine zoogdieren en reptielen. De bomen in het dal dragen op dit moment veel bessen. Tussen de bloemen van bloeiende struiken zoekt een ander klein vogeltje uit de Tangara-familie naar pollen en nectar. Het is een groepje roodpoot suikervogeltjes. Mannetjes in een prachtig blauw broedkleed, dus na het broedseizoen ruien de mannetjes naar een somber, donker, voornamelijk groen verenpakje.
De vrouwtjes zijn ook simpelgroen gekleurd. En laat zich ook nog een geelpoot suikervogeltje zien. Naast deze suikervogeltjes zijn deze bloeiende struiken ook een paradijs voor verschillende kolibries. Een witnekjacobijn. De groentruinbriljant. De wat simpelere bruinstaart. Ze zoeken allemaal de bloemen af naar nectar. Onnavolgbaar snel is het kleine sneeuwkapje. De groene draadstaart. En de zwartkuifkoketkolibri zijn mooie aparte soorten. Een wat grotere groene heremietkolibri cirkelt rond een gele bloem. Violet kopje.